Zeg, kennen jullie Paulus al? Paulus de Boskabouter? Waarschijnlijk wel, want hij is oud en woont al jaren in het woud. Die kleine Boskabouter, elke dag was als een huis. Dan komt Paulus op de buis. Let op, daar is hij weer. Precies op tijd. Precies op tijd. Op het juiste uur. Op het juiste uur. Met een heel nieuw avontuur. Reken maar. Dag, Paulus, dag. Nou, zoals jullie ziet is de sneeuw op de grond geheel en al verdwenen, hè? Ja, dankzij het pekelen. Ja, zo mag ik dat wel noemen. Dankzij het pekelen van Laurens onze tuinkabouter. Nou, we zijn er allemaal erg blij mee. Ja, behalve Oeboeroe, zoals ik heb gehoord. Hij heeft nu geen reden meer om de baas van het bos te zijn. Ja, en dat vindt hij... Zeg, Paulus, kom alsjeblieft mee. Oeboeroe is bezig uit de hand te lopen. Hij is aan het ontsporen. En wat moet ik daaraan doen, Gregorius? Nou, misschien kun jij wat wijze woorden spreken of zo. Nou, als je dat zo graag wil, zal ik proberen mijn best te doen om wijs te zijn, hoor. Laten we maar gaan. Ik ben de grote bosbaas en ik blijf de grote bosbaas, ook nu er geen sneeuwcrisis meer is. Want iemand moet hier helendal nog eens ontamelijk de baas zijn, de helendal. En dat ben ik. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Ik natuurlijk, want ik ben de baas. Dat slaat helemaal nergens op. Nee, nergens op inderdaad. Ja. Nou, ik kan ook wel zeggen dat ik opeens de baas ben, wat? Of ik, als hek zijnde? Ja, of ik toevallig. Dat kan niet, want er kan er maar één tegelijk de baas zijn. En omdat ik dat ben, kunnen jullie het niet zijn. Hij is gek geworden. Hij bazelt. Hij leidt aan ernstige grootheidswaanzin. Ja, aan machtswellust in de derde graad. Het betekent dus dat jullie vanaf nu mijn onderdanen zijn. En dat jullie mij moeten gehoorzamen, en de helendal. En dat ik nu ook voortaan een kroon ga dragen. En dat geldt ook voor Paulus en Gregorius. Moeten die ook een kroon gaan dragen? Nee, dom oor, gehoorzamen. Jullie hoort het, hè? Hier zit koning Oeboeroe, de grote bosbaas. En jullie moeten voortaan gehoorzamen op alles wat hij zegt. Zie je wel, Paulus, dat ik niet te veel gezegd heb? Wat moet ik nou doen? Moet ik nou iets wijzigs zeggen? Nou, als dat zou kunnen. Ja, maar ik weet niks. Ik weet alleen dat bazen niet zichzelf kiezen, maar dat ze meestal gekozen worden. Dat is het. Geweldig, Paulus. Oh, nou, dankjewel. Heb ik toevallig iets wijs gezegd? Natuurlijk, Paulus. Mag ik dan misschien als baas weten wat voor wijsheid Paulus ten berde heeft gebracht? Ja, bazen moeten gekozen worden. Daarom gaan we nu kiezen. Iedereen schrijft op een papiertje de naam van iemand waarvan hij of zij denkt dat hij de baas van het bos zal moeten worden. En de meeste stemmen gelden. Ja, dat is een goed idee, hoor. Dat is het allerbeste idee wat er is. Ja, en dan zal ik een papiertje brengen aan Joris en Emilia. En vergeet Olleke Bolleke niet. Nou, ik begrijp er helemaal niks van, zeg. Ze zijn me daar aan het redekavelen en praten en wat ze allemaal aan het rommelen zijn. Ja, ik heb zoiets gehoord dat Oeboeroe de baas wil spelen of zo. De baas spelen? Ik begrijp niet waar dat voor nodig is. Zonder baas ging het toch zeker ook? Oh, hier is Gregorius. Zeg, Gregorius, heb jij er wat van gehoord? Ik heb zoiets begrepen dat Oeboeroe min of meer de baas wil... Daar kom ik juist voor, kijk... Hier heb ik bij me twee papiertjes. Twee papiertjes? Waar is dat nou goed voor? Nou, kijk, nee, dat wil ik juist uitleggen. Die zijn voor jullie, hè. Daar moeten jullie de naam op schrijven van wie jullie vinden dat hij de baas van het bos moet. Oh, nou dan. Dan weet ik wel wat ik in moet vullen, hoor. Maar ik zeg het lekker niet. Ik ben er helemaal niet bang voor. Want ik word toch gekozen omdat ik de baas ben. En morgen zullen we dit weten, want ook dit programma wordt heelendal vervolgd.